Ik word echt moe van jou. Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatalok met Sander van Gaming SB. Welkom Sander. Hallo. Hallo. Meteen de broke, hè? Hele visuele cirkel. Voor één keer gewoon niet te lachen. Ja, zo hoort het, Sander. Dode puppies werken dus. Ja. Maar nee, maar dit keer denk ik niet de dode puppies. Maar moet ik nu naar boven, naar dat kasteel? Of, Ja, je moet daar... Je bent nu in de stad? Ja. Oké, okay, ja. Dan moet dat, ja. Oké, okay, ik ben nu in zo'n kasteel. Holy damn. Hey, je zwaardvechter. Spannend. Nee, Shauna. Shauna, ja. Ja. Mega Evolution, nog nooit van gehoord. Daar wil je nooit van gehoord hebben. Nou, Metagross en Sableye zijn wel vet. Ja, er zijn er wel meer vet hoor. Nou, ja. Ik kan ze er niet op noemen. Nee. Nou. Nee, ik weet niet hoe Blastoise eruit ziet, maar... Er is iets in mij dat zegt dat Blastoise volgens mij ook niet heel slecht is. Uit mijn hoofd. Blastoise is oké. Ja. Ik weet echt niet welke kant ik op ga en of het de goede is vooral. Ja, precies. Je moet naar links. Nee. Je komt vanzelf een Snorlax tegen. Wacht, wat? In de dinges. Nee. Als je daar gepraat hebt, moet je daar gewoon uit, zeg maar. Oh, joh, ik denk we moeten hier iets doen of zo. Ik denk al. Ja. Weet je wat ook typisch dus is trouwens? Uit. Wat? Nou, ik zei, weet je wat ook typisch is? Nou? Dat ik in een bosje aan het zoeken ben naar Pokémon. De eerste twee encounters zijn de twee... meest rare encounters. Oh. Hoe? Welke? Ninkara en Keklian. Oh. Oké. Okay. Interessant. Wacht, welke Pokémon kon ik hier ook weer van? In deze route even denken hoor. Jij mag Fire Pokémon's, hè? Ja. Nog meer? Dark. Electric. Oh, ook niet. Bug en Normal natuurlijk, sowieso. Ja, en nog één. Dragon. Dragon. Maar okay. Die zal ook wel niet. Sentret en Keklian. Ja, pot voor drie. Nou, dan kan ik een beetje stoppen met deze mensen. Mooi, jong. Nee, grapje. Joking, gast. Ik wil niet stoppen. Hey, je kan eventueel ook nog Audino en Vanipede krijgen. Audino? Is dat normal? Ik dacht dat het fairy was. Audino is normal, ja. Ik dacht dat het fairy was. Nee. Niet alles wat roze is fairy. Ja, maar kom op zeg. Audino is wel een fairy Pokémon, toch? Nee. Ziet er wel uit als een fairy Pokémon, kom op. Oké, als jij het zegt. Aan de andere kant, hij heet wel letterlijk Dino. Never mind. Oh, hey. Ik heb de Pokémon die ik graag wil al gevonden inmiddels. Mijn fout. Oh, ik heb Beedrill Towns weggedaan voor Kingler. Oké. Haha, dit... Oh, huh? Oh, natuurlijk, mijn konijn is nog niet geëvalueerd. In een ground type. Nog niet, nee, dat klopt. Ik weet niet, ik vind toch de charme van Diggersby toch minder ofzo. Dan Bunnelby. Ik vind Bunnelby wel cute ofzo. Ja, ik snap wat je bedoelt. Hij heeft iets dat ik denk van nee, dank je. Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Het is gewoon jammer dat Bunnelby niet ook ground is. Mm-hmm. Oh, dit is schokkend. Nice! Ik heb de Pokémon die ik wil. Level 14. Level 14.
Ja. Ja, oh, ik begin wel aardige levels te krijgen. Ja, je bent goed bezig. Dankjewel. Thundershock. Schokkend, of niet? Zeer schokkend. Weet je welke Pokémon ik heb gevangen? Dat, geen idee. Honedge. Het zwaardje. Ah, Steel. Ghost. Steel en Ghost dan? Ja. Ah. Oké, Tackle is gone. Voor Takedown. Hey, deze Pokémon doet me denken aan Paddy. Welke Pokémon is het? Snorlax. Hoezo? Paddy is toch niet zo dik? Nee, helemaal niet dik. Meer spy dik. Oh, spy dik, ja, ja. Het is spion, schijnbaar. Echt, hè? Spion eend. Weet je wat raar is? Nog niet. Nee, ja. Nou ja, dat is jammer. Ga je het ook niet vertellen? Nee. Sad. Nee, oké. Ik vind het dus zo raar dat Golduck geen psychic type is. Dat is Psyduck niet psychic type. Oké, maar Golduck is dat dus ook niet. Ja, ja. En Lugia, hè? Mm-hmm. De Master of the Sea, of hoe die ook maar heet. Maar of the Sea is een psychic type. Ja. Dan had die types omgedraaid. Ja, maar het is, zeg maar, Lugia ziet er echt uit als een waterdraak en hij is flying psychisch. Ja. Nou, kijk, weet je... Dat die flying is nog oké. Ja. En ik heb het ook... Waar ik ook nooit aan gestoord heb, is dat Charizard bijvoorbeeld flying is. Nee, maar ja, vind ik ook wel meer... Heel veel wel, maar... Ja, ik vind het wel echt een draak-Pokémon. Het is een draak. Nou, snap ik, maar... In derde fans. In Japan zien draken er heel anders uit. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Volgens mij wel. Ja, Japanse draken zijn meer een beetje zoals... meer slangachtig. Dus meer een beetje zoals Gyarados. Oké. Okay. Daarom neem ik het ze wel kwalijk dat Gyarados een dragon is. Maar ook daar valt weer wat voor te zeggen, want... Ja, ja, ik vind ook... Gyarados niet per se een dragon, alleen hij is zeker geen flying. Nee. Nee, maar dat komt door de ja, legend. Zeg maar. De legende van in Japan ergens. Ik weet het. Dus, maar ja, de legende is dat hij kan heel hoog kan springen volgens mij. Mm-hmm. En dan wordt hij zo'n Chinese draak. Oh, maar je weet toch al hoe Chinese draak... Sorry, maar dat is toch echt wel een soort standaard. Je hebt toch wel van die... Ik weet wel hoe Chinese draken eruit zien, maar niet hoe Japanse draken eruit zien. Ja, oké. Nou ja, dat is een beetje hetzelfde volgens mij, hoor. Volgens mij is dat een beetje dezelfde cultuur. Volgens mij hebben ze qua draken... Niet dat ik het... Kut, sorry. Ben ik nu racistisch? Misschien? Nee, hoor. Oh, ja, okay. Weet je, ze kunnen tegenwoordig alles racistisch vinden. Ja, dus daar moet je vooral niet al te druk over maken. Nee, ik bedoelde het niet verkeerd. Alleen ik bedoelde gewoon dat de legendes van de Oosterse landen zoals China en Japan, dat zijn heel vaak dezelfde legendes, omdat ze ook zo dicht bij elkaar liggen. Mm-hmm. Hetzelfde als dat wij draken een beetje hetzelfde zien als Engelsen, die dan weer Amerika bezitten. Ooit. Waardoor dus allemaal een beeld van een draak hebben in de westerse cultuur. Ja, dat hebben hun ook. Alleen dan met hun eigen type draak, als het ware. Ja, ik snap wat je bedoelt, Sander. Bedankt voor deze les. Ik heb me er nu goed uitgeluld. Ik heb het er allemaal uitgeknipt. Ik ben niet gecanceld. Ik knip het gewoon zo dat je wel gecanceld wordt. Nee? Sander? Hallo? Sander? Een beetje, hè? Ik wil mijn geld terug. Oh, oké.
Wat is er gebeurd? Nou, jij. Oh, oké. Okay. Dat jij me probeert te cancelen. Oh, is. Dat heb je helemaal aan jezelf te danken. Aan de opmerkingen die je zelf maakt. Nee, maar ik bedoel het niet zo. Dat dan okay. Fennekin level 15. Woep, woep. Woep, woep. Dat niet eens een Fennekin is. Dat is zo irritant. Ja, ik weet ook maar gewoon op wat er staat. Kan ik ook niet gaan doen. Ja, daar kan je zeker wat aan doen. Hey, een Fanny Piet. Die mag je vangen, dat is een bug. Is Fanny Piet eigenlijk een beetje goed? Ik vind het wel een van de betere bugs, ja. Hmm. Even kijken wat zijn secondary is. Oh, secondary is poison. Ja, dat is wel vaker zo bij bug Pokémon voor mijn gevoel. Ja. Nee, Pursuit! Ben je dood? Oké, dat is niet mee. Nee, oké. Dat... Het is dat not very effective is, maar ik had er dood kunnen gaan. Als ik een andere Pokémon ingezet had. Qua deaths gaat het nog redelijk. Even afkloppen. Maar ik heb nog maar één dev. En jij nul. Dus, dat klopt. Ik ga hem niet kunnen vangen, denk ik. Ik denk dat hij nu dood gaat. Ja, wel mooi voor de XP. Jee, XP. Oh. Nevermind. Hij kreeg echt 0 XP. Voor wat? Niet precies 0, maar wel... Bijna 0. Bijna precies 0. Bijna precies. Wat? Je all right, bro? Is ooit beter geweest. Ik ben ongeveer nauwkeurig. Ik weet nog steeds niet. Oh ja. Ik weet nog steeds niet wat het idee is van het verhaal achter de eigenaar van dit paleis waar ik nu ben. Maar het paleis waar ik nu ben is helemaal gebaseerd op generatie 5. Oh. Dus allemaal standbeelden van generatie 5 Pokémon en zo. Maar waarom? Omdat het kan. Oh wacht, dat weet jij dus ook niet. Nee. Waarom heb ik alleen maar super potions? Ik haat mezelf. Is zo zonde van mijn geld. Dat klopt, ja. Nee! Tweede death? Fucking fuck. Ja? Ja. Ik had niks moeten zeggen, of wel? Kaartje. Dank je. Ik hou ook van jou. Level 14 ook. Oh, ik dacht welke Pokémon is dood? Mijn favoriet. En dat Pikachu. Is... Oh, Pikachu. Nee, dat is niet mijn favoriet, maar... Bikoof. Het is wel één die ik eigenlijk niet graag had willen verliezen. Snap ik. Mijn enige... Maar je kan nog wel kiezen om plus of... Nee, niet plus of minus. Hou je kop. Ik haat je. Haat je. Nee. Holy de... Jordi. Ik haat je favoriete Pokémon. Snap ik. Intens. Wie is Jordi's favoriete Pokémon? Wat als ik doodga? Nou, je zal niet helemaal... Stel, ik ga dood, hè, door twee Furfoot. Ja. Stel, heel hypothetisch scenario. Gaat sowieso niet gebeuren, maar stel. Ja. Wat dan? Nou, dat gebeurde mij ook bij de vorige. Dan moet je gewoon uit de box Pokémon's en dan trainen tussen de afleveringen door. Oh, dit wordt kut. Squirtle gaat niet dood. Oh, wait, ik maak je dood. Oh, wacht. Sander, wat zeg je allemaal voor rare dingen? Was het de Deke Express? Mm-hmm. Waarom kon King Alert niet doodgaan? Ik wil mijn electric type terug. Krijg ik ooit nog een electric type? Of, Vast wel. Nog steeds, wat ik al zei. Goeie electric type, niet plus of minus. Vast wel. Er zullen vast zat elektrische types zijn. De Denne, maar ik ben ook geen groot voorstander. De Denne. Nee, we hadden het over goede elektrische types, hè. Voorlopig nog kan niet. Kan ik die... En die zit niet in deze game. Togedemaru. Die is wel chill. Maar ja, die zit niet in deze game. Golem. Alolan Arian.
Ik ga even voor je op snor. Wanneer je weer een elektrische... Oh, ik weet sowieso nog één elektrische die je binnenkort kan vangen voor de tweede gym. Maar dat duurt nog wel even. Maar dat is... Helioptile. Oh, daar ben ik tevreden mee. Ja. Ik hoop alleen dat mijn Squirtle niet doodgaat. Dat hoop ik ook. Super potion, nee! Mijn leven. Nee, zijn leven ging omhoog. Ja, maar mijn is omlaag. Oké, hij is... Oh, ik ben echt blij met Water Pulse. Anders had ik dit nooit gered. Hij is nu namelijk confused. Dat is de enige hoop die ik heb. Je kan het, of Sander. Ik moet switchen en een andere Pokémon dood laten gaan. Ik geloof in je, Sander. Ja, maar dat durf ik dus ook niet. In jezelf te geloven, of? Nee, dat ook niet. Daar had ik het ook weer niet over. Oké, ik ga zo min mogelijk test proberen te krijgen door mensen te switchen in de hoop dat die niet doodgaan. Het is nu wel 2 tegen 1, dus in principe denk ik wel dat het nu moet lukken om niet dood te gaan met Pokémon die veel health zijn. Je kan het, Sander, ik geloof in je. Please hit yourself. Ja! Oh, boggers. Ja, behalve dat ik Pikachu... Kun je me ook niet daaraan herinneren, Milan? Waaraan? Dat je 2 dode Pokémon hebt? Jij zit steeds in te wrijven dat Pikachu dood is. Hoe durf je? Pikachu. Sander. Je moet wel blijven praten, hè? Hoe is het met je Pikachu? Oh, gezichtsuitdrukkingen zijn niet meer genoeg voor je. Nee. Wauw, jij bent echt een diva geworden, zeg. Ja, de laatste partijen dat ik je ken. Dat klopt. Tjong de jong. Zoals het hoort. Nou. Nee, niet work. Ik ben naar vuurwerk aan het kijken, dan weet je dat vast. Tegen welke Pokémon vecht je aan het doodgaan, volgens mij. Oh ja, Furfrou, hè? Ja. Oh, wacht, zijn dat die 2 Furfrous aan de linkerkant of zo van, van die route, zeg maar? Ja. Ja, dat is de Nuzlocke killer. Dus die ben ik ook expres niet gaan bevechten. En dat zeg je niet even. Nee, ik jij dacht... Jij bent echt een lullo. Ik dacht dat jij nog een Nuzlocke killer, dat ga ik sowieso niet krijgen dan Sander. Eentje, god, ik heb het gewoon laten... Nee, Sander, wacht. Ik dacht namelijk dat jij nog niet zo ver was. Snap je? Met disrespect. Ik dacht dat jij nog niet zo ver was, dus ik had daar nog helemaal geen rekening mee gehouden. Ik dacht, jij gaat wel meteen naar het paleis toe of zo, maar helaas. Weet ik het? Ik weet toch niet wat ik moet doen, gast? Ik zag een pokebal liggen en toen dacht ik, hé, je kunt er ook naar onder, wat is daar? Ja. Toen kwam ik een dubbel battle, toen dacht ik, ah, dat moet wel te doen zijn. Ik ben op zich wel... aardig level, maar ja. Very sad. Ah, je kan altijd Plusle of Miner nog gebruiken. Sander Salt in de chat? Niet alleen in de chat blijkbaar, ook in de video. Ik ben triggered. Heel erg. Ik heb het in de gaten. Ik ben rood. Mijn facecam is nu waarschijnlijk gewoon 1,5 rood. Omdat ik zo boos ben. Sad. Oh. Pikachu leeft weer. Mag ik hem nu weer gebruiken? Want hij leeft ineens weer. Nee, maar hij leeft ineens weer. Ineens ook. Ik heb niks gedaan. Niet geheeld of iets. Nee, zeker niet. Dat zou ik nooit doen. Maar hij leeft weer. Dus ik mag hem weer gebruiken, toch? Ja, vind ik ook. Vermoeiend. Jordi, ik haat je met je kut favoriete Pokémon. Godverdomme. Ja, zijn favoriete Gen 6 Pokémon. Dat snap je niet, hè? Een favoriete Pokémon op zich, volgens mij. Ja. Nee, dat denk ik niet. Jawel. Officieel. En ik haat hem ervoor. Zoals het al wordt. Ik ga hem gewoon disrespecten met dat hij Furfrou leuk vindt. Want dat is het enige wat ik kan doen. Als dat jou helpt, moet je dat zeker doen.
in de cup Pokémon leuk, Jordi. Nou, past het ook wel goed bij je persoonlijkheid. Wow. Wat een haat. Hij heeft me dubbel gekild. Zijn favoriete Pokémon. Dus ja, ik ben salty. Ben je twee Pokémon's kwijt? Hè? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar het was wel een dubbel battle. Ja, dat is wel sad. Wat, moet ik nu ook nog geld gaan betalen? Ja, dat bedoelde ik wat zo heftig was. Volgens mij zei ik dat de vorige aflevering. Nee. Nee, gast, ik wil terug. Ik wil terug. Nee. Dan moet ik straks weer geld betalen, zeker. Nee. Dat hoeft maar één keer. Je hoeft maar één keer geld te betalen daar. Oh, ik word maar één keer gescamd. Wat lief van ze. Oh, ik ben lief. Oh. Huh? Hoe werkt deze route? Waarom kom ik steeds op andere plekken uit? Ik wil gewoon terug. Ik wil gewoon wat potions kopen, omdat ik dat zo net vergeten ben. Dan moet je de middelste pad kiezen. Hier. Ja, dat dacht ik dat ik dat deed, maar er zijn twee middelste, Nee. Dat is niet waar. Jawel. Leugens. Er zijn vier paden, gast. Leugens. Nee, dat mag niet. Is you mad, Sander? Jij bent gewoon een hater. Dat is helemaal niet en waar. Ik haat je ervoor. Dus wie is hier nou de hater? You failed. Nee, maar dat telt niet. You failed. Wat nou als ik niet genoeg geld had? Ik moet tegen de Snorlax. Hallo? Wat? Hallo? Nou, ik word genegeerd. Hoezo is het lichter dan zo net? Oké. Wat moet je nou? Laat op de avond en het is ineens lichter. Nee, ik praat niet meer tegen jou. Standertje toch. Nee, jij negeert me en ik... Ik negeerde je niet, ik hoorde je gewoon. Nee, kijk, er zijn vier paden hier. 1, 2, 3, 4. Welkom bij de kleuterschool waar Milan nog steeds naartoe moet. Wie is hier nou mijn later? Vraag was, nee, nu laat maar zitten. Mijn vraag was, ik ga nu hiervoor speciaal naar mijn trainercard. Wat nou als ik niet genoeg money had? Was ik dan gestopt? Dan had je pech. Dan mag ik er dus gewoon nooit in. Ja, totdat je weer geld hebt. Kunnen we deze opname opnieuw opnemen? Niet voor de picture, maar... Nee, gewoon puur omdat ik mezelf wil softlock eigenlijk. Nee. Vind ik wel chill op zich. Niet voor de picture. Nee, tuurlijk niet. Nee, daar ben ik compleet overheen. Ja! Leugens. Waarom heeft die stomme Snorlax nou weer een berry? Dat Milan altijd liegt. Dat is helemaal niet waar. Wat? Snorlax heeft een berry. Ik zei niks. Nee, ik heb helemaal niks gezegd. Nee. Good game. Echt, ik haat deze game. Och, hij kan niet winnen hoor. Nee, dat is het niet. Het is gewoon, deze game is vaag. Ik loop alleen maar rondjes. Elk rondje is anders. Ja, dat is holy damn, Tartinis! Het zijn standbeelden. True. Moet ik meteen zeggen wat je moet doen of niet? Nee? Oké. Wat? Nee, ja, negeer maar. Nee, je moet hier toch staan en dan komt er toch vuurwerk. What the fuck, ik word hier opgelicht. Nee, je moet eerst de achtertuin heen gaan. Door een deur beneden. Ja? Hoor je me? Oké. Ja. En dan moet je linksbovenin eerst een Furfroof vangen. Ja. Nee. Ik ga die gast niet vangen. Nee. Ik weiger die Furfroof te vangen. Ik ga dat niet doen. Die Furfroof kan de pot op. Echt hoor. Hij heeft mijn familie vermoord. Eigenlijk alleen mijn Pikachu, maar goed. Bijna hetzelfde. Ik denk dat hij doesn't give a fuck. Ik ga hem niet vangen. Ik kan de game niet completen. Hey, een Pokéball. Dat is ook van Gen 5, toch?
Jij zei dat alles hier Gen 5 was, nou. Oh, die hebben het zo vermoeiend. Die Pokéball ziet er eigenlijk ook wel een beetje uit als Gen 1 tot en met 8. Zo'n beetje. Zo, een klein beetje hoor. Ik kan er een generatietje naast zitten. Heeft iemand jou ooit verteld dat je echt vermoeiend bent? Waarom zegt Milan niks meer? Grappig. Oké, wacht. Sander, hoe zou ik mijn Snorlax noemen? Milan, zeg eens Caesar. Caesar. Haha, ze doen nou niet. Zit je nou in met de fuck? Wat? Ja. Milan, kom op, zeg even wat. Oh, doe niet zo lullig. Serieus? Ik word hier echt genaaid. Sander, je bent echt irritant aan het nu. Ik weet het nou wel. Het is niet leuk voor de aflevering, Sander. Wow. Raar dat ik Milan niet hoor. Ja, het is goed met je. Nu noem ik deze Snorlax sowieso Sander. Zambardo noemen. Te laat. Oh, zie je, je negeert me wel. Ik wist het. Je negeert me al de hele tijd. Dat is helemaal niet waar. Je doet alsof je mij niet hoort. Dit vind ik echt... Gerechtigheid noemen ze dat, Sander. Nee, maar eventjes, doet... eventjes weer gewoon echt naar de aflevering. Waar ben je nu in het paleis? Bij Shauna. Ben je al de Furfru aan het trappen? Ja, maar ik wil hem niet vangen. Nee, je hoeft hem niet te vangen. Je moet hem alleen trappen, zeg maar. Zodat je verder kan met het verhaal. Ja, maar hoe zorg ik? Je kan Shauna, zeg maar, op die plekken neerzetten. Op die open plekken. En daar rent die Furfru dan niet naartoe, zeg maar. Ja, maar je hebt hier twee open plekken. Je moet Shauna in het begin eerst onderaan zetten. Dan lok je die Furfru naar boven. En dan moet je Shauna weer pakken. En dan moet je hem of links of rechts neerzetten. Ah, en dan moet je weer... niet zo disrespect. Alsof ik dit niet zelf zou kunnen. Oh, je bent echt... Yo, ik heb Pokémon games gespeeld, hoor. Oké, ik zal je deze hele game niet meer helpen, ja? Nee, want waar ik naartoe moet. Maar niet naar puzzeltjes. Nee. Ook niet waar je naartoe moet. Het is nu afgelopen. Het is geen... Ik weet hoe die moet. Ja, omdat ik hem net voor gezegd heb. En niet voor Milan. Omdat ik hem net heb voorgezegd. Maar goed. Ik heb net Snorlax gevangen. Ik ben veel verder dan jij. Ja, je bent goed of je bent het niet. Hey, de deker. Tierno en Trevor, moet ik weer tegen die bitches vechten? Ik hoop dat je Pokémon verliest. Wat een haat weer. At the moment. My beloved Purple. Hoe dan? Hoe dan, Jordi? Dit is sowieso... Jordi zit in deze game. Ik denk het ook. Ik denk ook dat hij in deze game zit. Ik denk wel dat... Zeg maar, Jordi zou ook wel keihard lachen als mijn Pikachu wordt gedood door een Furfru. Dus... Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Dus het is sowieso Jordi. Ja, die man schrijft het er namelijk ook in. Van kijk, Furfru, je moet hem even vangen. Je hebt hem door, denk ik. Ik denk dat waarom doe je mensen zoals... mensen die niks kunnen, zoals Sparkers. Zoals jij, ja. Waarom doe je die in de game en niet mensen die wel wat kunnen, zoals ik? Dat zal ik juist vertellen. Dat weet ik niet. Ik denk dat we de aflevering zo gaan beëindigen als jij het vuurwerk hebt gezien. Heb je het vuurwerk al gezien? Ik wil het vuurwerk zien. Nee, ik wil nu die fucking vuurwerkshow zien. Ik ben dit hele jaar al weggeroofd van mijn vuurwerkjes. Echt, hè? Gaan ze niet nog een keer doen. Nee, ik ben woest. Ik heb het in de gaten, van die pyro-maniacs, of hoe het ook noemt. Zelf. Maar zo een ben ik, want ik heb vuurwerkjes gemist. Nu ga ik heel Amsterdam op zijn kop zetten door allemaal vuurwerk dingen op te blazen. Ja, dat... Ik denk dat dat echt helpt, naar het krijgen van vuurwerk volgend jaar. Maar Sander... Ik snap echt niet hoe mensen zo dom zijn. Maar goed, ja? Ben je al bij het vuurwerk? Ik ben bij Shauna. Oké. Ga
Gaan jullie dan romantisch naar het vuurwerk kijken samen? Nou kijk, ik zou de ship als het niet lelijk was, maar... Wow, yo, hoezo nou met die disrespect naar Shanna? Ik haat iedereen in deze game. Ik heb het in de gaten. Ik heb het in de gaten, Sander. Nee, Serena niet. Oeh. Die heeft hier niks mee te maken. En Nurse Joy. Nurse Joy ook niet. Ga je zeggen van... Hey, je zit naar Nurse Joy. En terecht. Nurse Joy is... Nee. quote van de dag. Ah, oh, nee. En is het vuurwerk af? Nope. Schiet nou eens op, jongen. Ja, Shanna, die kan niet genoeg van krijgen. Dat snap ik wel. Die kan niet genoeg van jou krijgen. Oh. Maar je vond haar lelijk. Ja, dat zeggen alle vrouwen. Oh, ik heb een pokevoet. Ja, dat klopt. En ik heb... Godverdomme, ik krijg de meest nutteloze tier. Weet je dat het eigenlijk allemaal 5 minuten geleden is gebeurd en dat ik gewoon niks om te doen? Echt waar? Nee, dit is toch een grapje? Ik ben toch niet voor niks aan het wachten? Nee. Dat was een minuut. Oké. Dan wil ik nu de aflevering beëindigen. Ik word echt moe van jou. Kijken wat deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Maar Kees, dat kan ik me niet voorstellen. Dat was op mijn kanaal. Ja, precies. In my defense. Vond jullie nou een leuke aflevering? Ik kan me niet voorstellen, maar doe dan een duimpje omhoog. En doe dit keer maar niet abonneren op Sander's kanaal. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Adios, amigos. Ik heb medelijden met me. Ik ben... Behalve elke andere Pokémon verloren. Jij had ook geen medelijden in de avatolk van Omega Ruby en Alpha Sapphire, dus niet zeuren. Dat heb ik niet. Oké, doei. Doei.